Hey, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video maak ik een verjaardagskaartje voor een lieve vriendin van mij. En meestal is zij degene die de foto's, of eigenlijk selfies, maakt. Vandaar ook de nieuwe Ocean Shelfie Lawn Fawn set voor haar verjaardagskaartje. Alle materialen die ik voor het kaartje gebruik, vind je terug in de beschrijving onder de video met een eventuele link naar de webshop. Dus de mist ingegaan met de stempel, waardoor de stempeltjes dubbel bestuurd stempel.
Bij een oceaankaartje hoort natuurlijk een zandige zeebodem. Het gele papier dat ik heb is heel licht van zichzelf. Dus met een blending tool en de de-stress oxide kleur antique linen maak ik het papier een tintje donkerder. Om dat te doen, dep ik de inkt als het ware op het papier. En op deze manier kun je wat textuur aan de zandbodem toevoegen. In plaats van het te blenden en een mooie egale kleur te creëren. Tijdens het die-cutten bleef er een klein stukje van het papier over. En het leek me leuk om dit ook op het kaartje te verwerken. Op deze manier kan je diepte creëren in je kaartje. Ook dit stukje krijgt dus een tintje donkerder geel met dezelfde techniek. Een kaartje is bij mij niet compleet zonder een glitterdetail. Daarom bespetter ik de bodemstukken die net voorzien zijn van de-stress oxide met een pearl gold waterverfkleurtje. Dit geeft net even een klein beetje extra detail aan je kaartje, vind ik. Je kunt verschillende technieken gebruiken. Voor grotere druppels moet je je kwast erg nat maken. En als je kleinere druppels wilt, kun je de kwast over je vinger of een acrylblok vegen. Beide technieken hebben een leuk effect. Voor de grotere druppels trouwens, kun je op je vinger tikken. Dan komen de grotere druppels van de kwast af. Maar zoals gewoonlijk gaat er tijdens het filmen altijd wel minimaal één ding mis. En dat begint dus hier. Blijkbaar heb ik per ongeluk 2 keer kort achter elkaar het knopje om het filmen te starten ingedrukt. En daarom staat nu steeds op film wat niet gefilmd moest worden. Zoals dit. Zucht. Maar goed, dan mag de pret niet rukken. De basiskaart heb ik van blauwe de-stress oxide voorzien. Eerst geheel met tumbled glass en vervolgens de randjes nog eens met broken china. Tot slot heb ik tussen de kleuren geswitcht om een mooie blending te krijgen. Wat is trouwens jouw favoriete de-stress oxide kleur? Mijn favoriet is op dit moment gegarandeerd de lichte, maar toch heldere tumbled glass. Zeker voor luchten en oceanen. Laat me even weten in een comment wat jouw favoriete de-stress kleur is. Om bellen te creëren heb ik wat grotere druppels water op het achtergrondje laten vallen. Daarvoor heb ik een schone kwast heel erg nat gemaakt en met de kwast op mijn vinger getikt, zodat het water van de kwast afviel op het kaartje. Als je de druppels dan droog hebt met een stukje papier, wc-papier of zo, wordt het de-stress oxide lichter en krijg je een soort bubbeleffect. Ik vind het echt een superleuke en realistische techniek voor een waterscène. Voor wat extra detail spetter ik uiteraard weer waterverf op het blauwe gedeelte. Dit keer met de kleur Sapphire Blue. Voor wat extra detail op de zandgrond tik ik wat stipjes hier en daar met een Copic marker. Dat is de E77. En dan eindelijk film ik vanaf hier weer precies wat ik wel wil filmen in plaats van wat ik niet wil filmen. Om diepte te creëren wil ik het zandheuveltje achter de grote zandvlakte plaatsen. Ik gebruik de grote zandvlakte om een goede plaatsing te hebben van het zandheuveltje. Eerst plak ik het zandheuveltje met vloeibare lijm op, zodat het plat op de kaart zit en zodat ik nog wat kan schuiven. Daarna plak ik de grote zandvlakte met een dubbele laag foamtape op de kaart, waarbij ik de bovenkant leeg laat, zodat ik er nog figuurtjes achter kan plaatsen als ik dat nodig vind tijdens het creëren van de scène. Nu tijd om het kaartje verder in elkaar te zetten en de scène te creëren. Het verhaal achter dit kaartje is dat de 7 figuurtjes een selfie maken en dat elk van ons als vriendinnen een figuurtje voorstelt. Op de voorkant zijn dus de vissen en aan de binnenkant is dan een foto van ons vriendinnengroepje zichtbaar. Ik vond het echt een superleuk idee en vooral ook een persoonlijk idee. Ik hou wel van persoonlijke kaartjes. Eerst plak ik de 7 figuurtjes aan elkaar, zodat ik dat als 1 geheel op de kaart kan plakken straks. En om het geheel dan wat realistischer te maken, knip ik bij de octopus een klein stukje in. Dit zorgt ervoor dat de camera echt vastgehouden kan worden door de octopus. Deze techniek gebruik ik heel vaak, omdat ik dit echt een mooie toevoeging aan een kaartje vind. En dat maakt een kaartje in mijn ogen echt een stuk realistischer. Om dan nog wat diepte en speelsigheid in het kaartje toe te voegen, combineer ik 2 verschillende plaktechnieken. Ik gebruik foamblokjes om wat dimensie te creëren en op andere plekken gebruik ik juist vloeibare lijm voor wat variatie.
Offscreen heb ik nog wat extra stenen, luchtbellen en zeeweer gestempeld, gedijkerd en ingekleurd met mijn Copic markers. Tussendoor leg ik steeds een acrylblok neer op hetgeen dat ik net gelijmd heb, zodat het acrylblok druk kan uitoefenen en ik in de tussentijd het volgende kan vastlijmen. Ik vind het zelf echt heel prettig werken. Ik merk nu trouwens wel dat ik wat variatie mis in het zeeweer, omdat dit mijn enige stempelsetje is, zo, kom moeilijk uit mijn woorden, dat te maken heeft met water. Heeft iemand misschien tips voor leuke onderwatersetjes? Het liefst van Lanvin, maar andere merken mogen ook. Laat het me even weten op Instagram of in een comment hieronder. En op Insta heet ik Even Creatief, net als hier. Altijd als ik de scène dan helemaal klaar heb, bedenk ik me dat ik ook nog een tekstje moet toevoegen. Elke kaart weer opnieuw vergeet ik het weer. Zo stom? Dus nu dacht ik, oké, ik doe het een keer met mijn acrylblok, even snel, goed drukken. En dat gaat dus weer fout. Met het acrylblok op dezelfde plek stempelen gaat me nooit lukken. Daarom gebruik ik normaal gesproken ook mijn stempelbuddy. Dus nu besluit ik om het met een fineliner over te trekken. En op dit moment wil ik het kaartje gewoon niet verpesten, dus is dat in mijn ogen de enige manier. Maar volgende keer gebruik ik gegarandeerd weer lekker mijn stempelbuddy. Want dan weet ik zeker dat het in één keer goed gaat. Of dat ik op precies dezelfde plek nog een keer kan stempelen. Voor een finishing touch gebruik ik nog wat Stella, Wink of Stella. Dat heb ik offscreen gedaan. Die zitten op de lucht, of op de zeepbellen eigenlijk. De luchtbellen, hoe je het wil noemen. En op de lens van de camera. En ik plak ook nog een cameraatje met foamblokjes op naast de tekst voor wat extra dimensie. Achter de lege stukken van de grote zandvlakte plak ik ook hier en daar nog wat foamblokjes voor extra stevigheid van het kaartje. En dit is dan het eindresultaat. Ik hoop dat deze kaartje heeft geïnspireerd. Als je deze video leuk vond, laat dan even een like achter. En vergeet je niet te abonneren als je geen enkele video meer wilt missen. Dat is helemaal gratis. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!